De Kobe show. Maar uh, dat is super intiem en je zit zo afgesloten van de wereld. Ik ben echt keihard een dan niet meer. Zo? Nee, dat is gewoon, ik vind het een heel, dat is een coole ervaring. Hm? Cool ervaring. Dat is een coole ervaring. Ik vind dat fijn, nieuwe ervaringen. Ik denk dat het ook wel zo'n type camera is, dat, ik heb er eigenlijk nog nooit aan gedacht, maar je hebt hier zo al die kleurtjes, zoals alles aanzetten, misschien wat een mushroom. Allee. Bruder, kunnen we straks over praten, maar dat is ook wel zo'n kamer met dat tapijt er dan bij, koptelefoon aan. Ik heb hier eens met iemand gezeten, dat was dan niet voor een podcast, maar we hebben gewoon zo gepraat, gelijk we nu praten. Dus <laughs> ik, ik had je wel voorstellen dat ik dat ook wel zou doen. Maar dat was super chill, want ik heb geen televisie, dus ik had een um, projector uh, opgezet uh, op, de, op, de, op de muur. En dan zaten wij hier, waar we zo aan het praten, waar we daarnaar aan het luisteren, dat was super intens. Dus ja, goed, dat is nu niet zo. Maar je bent nu mushroom extract aan het drinken, dus. Ja, dus als ik zelfs begin zo kaart te zweten, dan weet je het. Ja. Maar dat is For Sigmatic, hè. dat is, uh, is, is iets commercieel, daar zit niet zoveel in. Dat is niet echt. Uh... Moet je tegen Moos zeggen. Ja. <laughs> ja, Moos, get off the commercial brands. Dus, dus jij zei dat ik in een uh, natuurwinkel uh, iets anders, iets beter kon kopen? Hetzelfde. Dus uh, zeg maar de, de mushroom species die, die For Sigmatic, moet ik zeggen, heel goed market. Zijn de Lion's Mane, Cordyceps, Chaga en Reisha, of Reishi. Ze um, hebben allemaal hun eigen voordelen en allemaal hun eigen effecten op je op brein en op je state of mind. En hoe dat je, ja, zeg maar, al hun eigen voordelen. Maar dat zijn gewoon soorten van mushrooms. Je kunt die ook gewoon in hun eigen tuin groeien. Ja. Uh, en dat is, dan, he, dat is dan wat een, wat een brand toe. Die maken dat heel goed, die verpakken dat heel goed, die maken er een mooie user experience rond: een webshop en een brand en alles wat je wilt. Maar je kunt ook gewoon een natuurwinkel kopen. Gewoon en er een potje poeier van Lions' Mane kopen. Dat doe je waarschijnlijk... Ik denk waarschijnlijk het potje dat je, van, dat je het natuurhuis voor een euro of vijftien... Ik heb het al last voor 50% korting gekocht, denk ik. Daar, daar zou Lions' Mane heel veel pakketjes mee kunnen maken, mm. van wat je nu aan het drinken bent. Want ik wist dat zelfs niet. Ik dacht, Lions' Main is gewoon iets, uh, een, een type product van Four En ik wist zelfs niet dat dat een natuurproduct was of een product dat je breder kunt kopen. Is zeer populair tegenwoordig. Hè? Er zijn mm. zoveel, de lines are basically blurring van al de. Er wordt er steeds meer aandacht voor, zowel zeg maar, uh, kraden en mushrooms en allerlei natuurlijke, allerlei natuurlijke dingen om je. Nootropics ook natuurlijk, mm. alle de kleine dingen die je dat 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 alerter maken, dat je brein in andere states of mind doen komen, die allemaal hun eigen benefits hebben. En dat wordt steeds populairder. Hè? Ik denk ook aan biohacking en al die dingen. Um, maar heel vaak zijn dat natuurlijk gewoon natuurlijke elementen, maar het moet verpakt worden en aangebracht worden op de markt hmm. en gemarket worden. En dat is wat ForSigmatic doet in het geval van. Ik stel mij wel de vraag bij veel van die bedrijven ja. die dat commercialiseren: dat zo gelijk dat je... Je kunt mediteren vanuit een sterkte bijvoorbeeld. En je doet dat om tot rust te komen. Maar je kunt ook zeggen: Ik ga even mediteren voor mijn meeting. Zodat ik, zodat ik rustiger ben en een betere sales pitch ga doen. En dan hoor ik zo bijvoorbeeld bij dat type merken: die, die positioneren dat op een manier van gaan, 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 gaan. Als je even een dipje hebt, neem het dan en ga gaat harder. Ja. Terwijl, nee, eigenlijk neem je dat om bijvoorbeeld: ik, ik zou dan veel liever die declutteren rustig in, in een flauwstijd. En dan dat nemen, zodat je echt gewoon vier uur rust in je hoofd en iets doen. En niet zo. Ah oh shit, ik ben even aan het dippen. Ik heb nu een, een pepmiddel nodig. Ja, Dat is uiteraard, dat is, de, dat is de magische formule van ook de farmaceutische industrie: dat dat gewoon verder wordt gezet. Is mm. het feit, ze willen nu dependent maken op iets. Dus als jij op een bepaald moment, elke keer als jij gaat werken, lions main begint te drinken en dat, wordt, en jij vindt dat, dat effect dat helpt u: dat helpt u om in een flow state te komen, dat helpt u om beter deep work te doen en dergelijke meer. Ja, dan ga ik er afhankelijk van beginnen worden. Dus dat is ook wat ze willen, zodat je dat meer en meer. Mm. Zodat je dat, dat je niet zonder kunt. Want je verhoogt altijd, je hebt je, je hebt je current state of affairs, laten we zeggen. Trek, trek je microfoon eens een beetje dichter nog. Ja, je hebt super. je current state of affairs, laten we zeggen. Dus, het is ook altijd, je, ver, je verhoogt altijd je standaard. Dus stel, mm. dat je, stel dat koffie niet zou bestaan, thee niet zou bestaan, Lions mee niet zou bestaan, dergelijke meer. Je gaat waarschijnlijk nog altijd vrij hoe kunnen werken. Gewoon door daarop te focussen. Dus, zeker als je. Oh ja, met alle andere dingen dat je kunt doen, distraction free maken, uh, uh, in evenwicht zijn met je inner self en dat soort dingen. Vanaf dat er koffie in de equation komt, dan moet je elke morgen koffie beginnen drinken. En dat is puur cultuur in het begin. Uh, maar dan vanaf dat je dan een morgen hebt en je hebt geen koffie meer gedronken, dan voel je je alsof je. Mm. Ah, ik heb een koffie nodig. En dat zet zich eigenlijk heel een tijd verder. Maar ja, dat is. Het is niet dat het niet helpt of zo, maar het is, het is soms ook gewoon om gewoon eens even alles af te zetten zodat je eigenlijk eens ziet hoe je eigenlijk bent zonder al die substances mm -hmm. die dat je eigenlijk binnenpakt. Ja, want dat is toch ook heel de dingen van... Um, ik hoor dat iemand zei die zegt gewoon zo 13 dagen je voeding dit of 13 dagen geen alcohol. En als je denkt dat het niet lukt, moet je zelf eens goed een vraag stellen van waarom kan ik niet 13 dagen zonder koffie of dertien dagen zonder alcohol? Dat is zo... Dat is ook... Dat is, <clears throat> dat is heel interessant over hoe dat je brein ook werkt. Dat is... Um, je, je bent constant eigenlijk... Dingen aan het waarnemen, je hebt constant states of mind en dergelijke. Je, je, alleen, alleen, je calibreert je eigenlijk zeg maar, constant met de, met de realiteit en dan begin je de altijd dezelfde dingen te doen op een bepaald moment. Je, maar, je, maakt, je maakt mentale modellen van je realiteit, laten we zeggen. Bijvoorbeeld, je koffie al. En dat begint, ook, dat begint dan zeg maar, um, te, ver, te, te vertegenwoordigen in hoe je je gedraagt. Volg een koffie is een gedrag dat je telkens doet en dat begint eigenlijk in je brein wordt dat eigenlijk een vaste mental loop, waar dat hmm. je heel moeilijk uitgeraakt. Dat is ook zo, dat idee van een fysieke verslaving versus een psychologische verslaving, dat je heel vaak, uh, dat het niet zo is dat je er, dat je er fysiek echt aan verslaafd zit, dat je echt per se hele zware withdrawal effects hebt, maar dat dat gewoon, dat is een habit loop in je hmm. brein, dat gewoon, dat gewoon vast zit. En als we dan toch over mushrooms hebben, wat dat hier heel interessant dan is, um, is in een van de boeken dat ik heb gelezen over psychedelics en LSD en al die dingen, weet ik veel wat... De, die van Pollen. Die ja. van Michael Pollen, How to Change Your Mind. Ik heb uh, nog niet alles kunnen praktischen in real life daarna, maar het was super interessant. Een heel sterkje metafoor, dat daar eigenlijk in gemaakt wordt, is dat als je je brein voorstelt als een soort van ski slope, dat je eigenlijk, vanaf dat je, stel dat je, dat je geboren wordt, je hebt eigenlijk niets. Je bent een onbeschreven blad, je, je bent een onbeschreven blad. Je hebt geen sense of zelf, je hebt alleen maar pure input van sensations door je zintuigen. Je neemt de je neemt de realiteit waar, je hebt geen judgment, niks. Uh, je hebt geen emoties ook niet op dat moment. Want het is eigenlijk... Vanaf dat je dat begint te conceptualiseren, dat je dat begint onder te verdelen, is eigenlijk wat dat je emotie hebt. En, dan heb je, de... Psychologen noemen dat affect, affect, met een A. Mm -hmm. dat, is, dat is eigenlijk wat je helemaal in het begin je hebt. Dat is puur input en weet ik veel waar. Je begint dus slowly te kalibreren met de realiteit. Je doet dat met de hand van je uh, omgeving. Dat is eigenlijk waar de cultuur over gaat. Cultuur met je mensen, met je ouders, met je... Uw... Die laat je nu eigenlijk zien aan de hand van je reacties, hoe dat jij op dingen reageert en hoe dat jij op dingen conceptualiseert. En dan heb je de taal, waar je helpt om abstract na te denken en om dingen te benoemen. En zo krijg je eigenlijk... Uh, dan begin je eigenlijk je wereldbeeld op te bouwen. En je wereldbeeld is altijd ook in, in relatie tot jezelf. Het is altijd een subjectieve uh, ervaring, wat als je alive bent, zeg maar. Uh, want je ziet alles in relatie tot jezelf. En dat is eigenlijk je ego. En dat is eigenlijk puur symbolisch, dat is eigenlijk puur iets dat je zelf verzint, een verhaal verwijgen. To deal with the uncertainty of the world. Mm. Ja, want je wilt biologisch zijn wij heel lui. En we willen altijd alles heel uh, reduceren tot het minimum, laten we zeggen. Zodat, we, zodat je energie kunt sparen. Dat je niet constant. Want ja, ik heb je daar straks al gezegd dat ik af toe in bochten ga. Dus ik weet het, ik ben erop dan, aan het letten. Het ging over mushrooms. Het maar ging over mushrooms. Doe maar, doe en, uh, dus waar, als, je dan, als we dan teruggaan naar de metafoor van de skipiste, van mm. uw brein. Hoe meer eigenlijk mentale modellen dat je maakt, en hoe meer connecties dat je legt en conceptualisaties dat je maakt, dat zijn eigenlijk allemaal connecties in je brein. En hoe ouder dat je wordt, hoe dieper dat de groeven eigenlijk. Dat zijn eigenlijk dat ik denk dat je daarover aan het skiën bent. Hoe dieper dat die groeven eigenlijk zijn. En het is heel moeilijk om dan, stel dat je, stel dat je een paar dots hebt, van, en neurons in je. Nu moet ik aan het denken, neurons en synapses, daar moet ik altijd bij me op dit moment. Ik lees heel graag over neuroscience, maar het is vaak passieve kennis. Het is hetzelfde probleem dat je ook veel, in mijn geval 98% in het Engels leest. En als je het dan in het Nederlands moet uitleggen, dan je zo: oh shit, hoe, hoe zeg je dat eigenlijk? Dat heeft bij mij eigenlijk meer te maken met het feit dat, uh, dat het, het Engels gewoon ook veel rijker is qua woorden, schat. Dus ja. we kunnen, metaal kunnen we sowieso nooit de hele realiteit vatten, omdat het allemaal concepten zijn die we benoemen. En de realiteit is niet zo uh, onderverdeeld mm -hmm. in concepten zoals dat metaal is. Um, maar als we dan Engels met Nederlands vergelijken, in en Engelse woordenboekjes letterlijk twee keer zo dik als een Nederlands. Dus je kunt veel meer nuances leggen en veel meer. Je hebt veel meer tools en instrumenten om te beschrijven wat je bedoelt. Maar zelfs bijvoorbeeld dingen zoals overlast, kom een, een tweet tegen, een cervix stond erin en dan dacht ik, ah ja, hoe zeg je dat weer in het Nederlands? Ah ja, waarom... Zo, zo. er zijn gewoon woorden dat je heel vaak tegenkomt dat ik denk, maar hoe zeg je dan? En dat is dus een stom voorbeeld, want er is een er is een makkelijk Nederlands uh, vertaling voor, maar er zijn echt soms woorden dat ik denk, shit, kan dat gewoon niet, shit, <laughs> ik kan dat niet anders uitleggen dan dat ja. gewoon. Dus, uh, dus als ik dan die boeken lees, want daar ringt het eigenlijk over, dan. dan je leest die dingen en je zit mee, of ik hoor een Sam Harris of zo praten en je zit mee, want je weet wat hij bedoelt. En dan probeer ik dat uit te leggen, of dan daarover te vertellen. En dan zo, ah fuck, hoe, hoe zeg je dat nu eigenlijk in het Nederlands? Gelijk een quark, hoe zeg je een quark in het uh, Nederlands? Ik zou dat zo niet weten. Is dat dan ook een quark? Heeft dat een andere naam? Volgens mij is dat ook gewoon quark. Dat is dan yeah. zo'n voorbeeld van meer een leenwoord, noemen ze dat dan in taal? In ieder geval. Dus je hebt eigenlijk, je hebt je skipisten als je brein je hebt er sneeuw op en weet ik veel wat. En uh, hoe, mee, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je connecties eigenlijk fixt worden. En dat je vaste gewoontes hebt, vaste denkpatronen, vaste perspectieven, vaste biases ook natuurlijk. Want dat is eigenlijk waar die biases vandaan komen. Dat is je subjectieve ervaring van de wereld al accumulated in dat ene verhaal van jezelf. En je kunt dat dan nu visueel uh, voorstellen alsof je overal skislopes, ah oh ja, dat je heel diepe skisporen hebt. Het is heel moeilijk om dan, stel dat je, om dan eigenlijk tussen twee punten, van, tussen punt A en punt B, in je hoofd te gaan, terwijl er, die ski's, terwijl er andere skisporen naar andere. Dus je kunt die, het wordt veel moeilijker om nieuwe connecties te maken eigenlijk als je er niet attent op bent. En hoe ze het effect van psychedelics en LSD en dergelijke beschrijven, is dat je eigenlijk een verse lading poedersneeuw krijgt. Dus dat je opeens veel meer mogelijkheden terug hebt om bepaalde dingen met elkaar te linken, dingen uit een ander perspectief te zien. Men spreekt bij psychedelics, psychedelic, psychedelic uh, ervaringen ook heel vaak over dat je het gevoel hebt dat je je ego verliest. Want die vaste denkpatronen dat is eigenlijk uiteindelijk wat je ego hmm. maakt. Dat zijn alle uh, herinneringen die je ooit hebt gehad, de perspectieven die je dacht dat je ooit hebt gehad, die allemaal samen dat geaggregeerd beeld, dat, dat gevoel van u in de wereld vormen. Uh, en als je psychedelics pakt dan krijg je een hele poedersneeuw-effect en zijn er terug veel meer mentale en perspectief mogelijkheden. En waar ik naar toe wou met het feit van addiction en dergelijke meer, er zijn therapieën om mensen te doen stoppen met roken en dergelijke, met psychedelics die tot over 80% effectief mm -hmm. zijn. Van mensen die echt stoppen en daarna nou nooit meer, er ook nooit meer roken. Heb je die PTSD-therapieën al over gelezen of tegenkomen. Want dat was dan blijkbaar de succesratio, was er ook 60-70%. Want ja. het punt daar, als ik het me goed herinner, want ik geloof dat dat toen wat ik heb gelezen van James Fadiman, denk ik, met LSD was. Maar het punt daar was: als je iemand in een traumatische ervaring behandelt. en dat ging dan typisch over PTSD van veteranen, maar het ging ook over andere traumatische ervaringen. Het probleem is: die behandelingen, je kunt die 20 jaar psychiatrisch behandelen, maar iemand in in dat trauma, gaat ook altijd terug naar dat trauma. En dus als jij als vijfjarige achtergelaten zijt of whatever, je gaat terug, ook al zit je wel wassen, naar dat gevoel van die vijfjarige, en je kunt daar niet uit, en dus die therapie helpt niet. En als ze die dan psychedeelse uh, hulpmiddelen of stimulanten gaven, dan kon je daar eigenlijk die situatie observeren vanuit een vanuit een derde perspectief van ah ja ik was maar een kind en ik kon niks anders doen of ik was die of ik, ik moest dat kind doodschieten want anders waren mijn kameraden dood uh, opgeblazen of zo en dat dat ervoor zorgde dat je ineens je uit die situatie kon komen en dat je gewoon kon zien als een eerder als een meer objectieve buitenstaander dan uzelf in die situatie en dan lees je dat onderzoek en denk je van jesus hoe komt dat we daar nog niet meer dat, dat er niet meer over wordt ja dat is, een dat is een uitstekend voorbeeld van die vaste habit loops, van die vaste mentale loops, dat die zich in je brein en in, je, in, het in dat verhaal dat je, waar je jezelf mee verenzelgt, dat de facto je ego is. En heel goed uitgelegd ook trouwens. De zaak veel beter uitgelegd dan ik nu net probeerde uit te leggen. Maar dat geeft een heel goed perspectief over de, de kracht van psychedelics. En ik denk dat het ook een. Het is ook psychedelics hebben zero, uh, zero risico op, op addiction, hebben totaal geen health, geen health risks of niks. Dat is puur stigma geweest vanuit instituties in de jaren ja. 60 en 70, zeg maar. Ja, power structures die dingen, die dingen bepalen. Maar uh, dus hoe, hoe het stigma dek... is wel aan het verdwijnen, nu heb ik geen idee. Maar, maar oké, okay, je zit een intelligente um, geïnteresseerde gebruiker, hoe begint je er dan überhaupt aan? Waar, waar start iemand, en waar start iemand met, met dat exploreren? Want ik merk zelf, uh, ik heb er minimale ervaring mee. Maar het is ook niets waar je zomaar op tafel. Er hangt nog steeds dat stigma rond van heb je drugs genomen. terwijl. Voor mij in mijn hoofd is er een zeer duidelijke lijn tussen cocaïne en dat soort dingen, en dan MDMA, LSD, MD, uh, DMT, dat type en mushrooms. Maar waar, waar begint jij zelfs in die exploratie? Wel, eerst en vooral qua, qua uh, perspectief daarop, qua drugs, en dergelijke meer. Ik denk, niet echt, ik, ik denk eigenlijk ook niet meer richting drugs. Ik denk eigenlijk meer in substanties die je state of mind in de een of andere manier doen, overal naar iets anders. En in die zin is wat jij nu aan het drinken zijn Alliance, is even goed. Je ook als een substantie, was een drug, beschouwen. cafeïne is in zekere zin ook een drug. Alcohol. Alcohol. Ik heb, uh, ik heb net voor ik naar je kwam, heb ik the theanine gepakt. Dat is een extract dat in groene thee zit. Dat, uh, zeg maar, als je in je brein verschillende neuroreceptors hebt, je hebt glutamate, waar dat eigenlijk je heel excited toe zijn en je hebt, je hebt de afkorting van het andere, van het tegenoverstel van hetgeen dat je relaxed toe maakt, is GABA, noemen ze dat. Dat is, allez, dat is de afkorting ervan. En dat is dat blokt eigenlijk je glutamaterceptor zodat je meer hebt zodat je je relaxter voelt. Als je dat bijvoorbeeld pakt met je koffie, dan voel je je veel relaxter en je hebt een veel bredere relaxed attention dan die jittery feeling van koffie en die tunnelvision dat je daarvan hebt. Uh, het enige wat ik er wil zeggen met dat voorbeeld is van, dat het allemaal substance, substances. zijn. Voor mij is de lijn helemaal... Ja, die lijn bestaat eigenlijk bijna niet meer echt voor mij. Dat is iets heel fluïde. En je kunt natuurlijk van theanine naar cocaïne gaan, en je gaat er natuurlijk enorm veel tussen. En je hebt natuurlijk verschillende dimensies en vertakkingen van wat is er... Wat, wat, wat werkt hoe en dergelijke. Maar het zijn eigenlijk allemaal dingen die gewoon een bepaalde invloed op je biological, physiological state hebben. Um, en als je die verantwoordelijk gebruikt... Oké, okay, dus maar naar, hoe begin je dan mee, met psychedelics? Ik weet eigenlijk niet of ik de persoon ben om dat, om dat, uh, om dat daarover te hebben, omdat ik het nee, eigenlijk... maar je hebt meer ervaring dan de gemiddelde luisteraar, neem ik aan. Ja. Um, heb je het nu over van, waar haal ik dat, of... Ik ben vooral geïnteresseerd in het gesprek te voeren over, bijvoorbeeld, ik heb een maand gemicrodosed, ja. anderhalf jaar geleden, en ik, ik wil uh, vooral genuanceerd kunnen praten over wat zijn daar de voor- en nadelen van, de ervaringen van, zonder dat dat zo direct gestigmatiseerd wordt. Dus als dat gaat over waar haal je dat, dat, is daar, dat maakt daar deel van uit, maar ik wil vooral, ik wil niet gewoon zeggen, pak LSD, dat is goed, Steve Jobs heeft dat gedaan, je moet dat doen. Nee, het is meer genuanceerd dan dat, maar gewoon daarover kunnen of ik wil even goed kunnen zeggen, ik heb hem niet meer aangeprobeerd, ik was daar twee dagen emotioneel leeg van. Ja. Ik ga dat niet meer opnieuw doen op die manier, want ik was, dat was het niet waard. Gewoon daarover genuanceerd kunnen praten. Ik denk dat, misschien dat ik gewoon zelf maar mijn eigen ervaring tot nog toe moet uh, kan vertellen. Want dit is, die is in volle ontwikkeling, want ik heb er een heel brede interesse van. Ik, ben er heel, ik heb er breed in gelezen, ik heb vrienden dat dat, dat waar ik geïnformeerd door ben. Maar ik ben zelf nog niet heel ver in mijn journey erin. Um, dus wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb op een bepaald moment heb ik uh, van een vriend gehoord dat hij zijn eigen mushrooms aan het groeien was, zijn eigen psychedelic mushrooms, dat dat blijk wat blijkbaar heel makkelijk is. Het is gewoon een kit dat je van het internet kunt bestellen, zo'n een heel blok mycelium is dat, dat is eigenlijk schimmel, zeg maar. Je moet dat gewoon bevochtigen en uh, na een tweetal weken eigenlijk komen daar hele mooie mushrooms uit, die dan eigenlijk, ze noemen dat dan, die moet je dan zeg maar oogsten. En dan heb je de flesh of God, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. En ik, heb er twee, ik ben nieuwsgierig naar twee dingen. Dus ik ben sowieso heel nieuwsgierig in, het, het, uh, in alternate states of consciousness. Gewoon. Ik, heb, ik vind consciousness is nog altijd voor mij het grootste mysterie dat er eigenlijk is. En dat, is in de, dat is wetenschappelijk eigenlijk ook nog altijd zo. Zijn er zijn enorm veel theorieën over. Maar niemand weet eigenlijk waar het dat precies vandaan komt. We weten zelfs niet of dat echt puur biologisch ontwikkeld is. Of dat dat meer iets primal is. Dat echt eigenlijk aan het universum zelf is. Wij zijn een universum, maar we zijn ook bewust van ons eigen universum als mensen. Um, en je merkt ook gewoon aan heel kleine dingen in de wereld, van dieren en, micro en microbes en, en, en fungi en zo, dat er eigenlijk ook daar soorten van consciousness zijn, op een heel primordiale manier. Ook gewoon het feit dat je body cells eigenlijk... Zo reageren op je stresslevels. En er zijn, mm -hmm. zijn heel veel, het is een heel groot mysterie. Dus je ja, ben... bedoelt dat het niet louter biologisch is, maar dat er daar iets, iets, iets dieper in zit wat moeilijker te verklaren is. Ja, ook uh, ik, allee, ik geloof er in elk geval in. Dus je hebt ook van die crazy theorieën erover. Panpsychism en zo. Dat is allee, dat eigenlijk alle dat consciousness een unity is waarin dat iedereen zich eigenlijk verbonden voelt. Uh, ik weet niet in dat ik daarin. Geloof. Ik geloof wel in een soort van alle verbondenheid. Ook het feit dat wij allemaal van dezelfde materialen, van sterrenstof gemaakt, dat soort dingen, daar geloof ik allemaal. Ik geloof daar allemaal in, maar ik weet niet in hoeverre dat, dat een verhaal is dat ik mezelf vertel. Hmm. Om mijn belang te voelen, zeg maar. Om mij iets te kunnen identificeren in wat, er, in, wat er, dat er ook objectief eventueel van waar is. Maar het ding is: de wetenschap heeft er zelf ook heel weinig antwoorden over momenteel. Maar ik ben dus heel geïnteresseerd in gewoon alternate states of consciousness, dingen ervaren. Dus is ook toen ik heel in het begin, voor de eerste keer in die micro hier praten voor mij is dat een soort van compleet mm. nieuwe ervaring, een nieuwe sensatie. En ik vind dat heel... Dat is, voor mij dat is dat is een groot deel van wat er zo cool is aan, aan, aan ja, to be alive, zeg maar. Dus mijn doel met um, wat, ik, wat mijn journey betreft uh, naar psychedelics toe, ik ben geïnteresseerd in microdosing. Daar heb ik heel veel goede dingen gehoord van mensen die ik vertrouw. En... Ja, en ook ja, gewoon echt, echt uh, die ervaringen, psychedelische ervaringen hebben. Ook omdat, uh, als we het dan hebben over consciousness en dergelijke, er, is ook, er wordt ook gezegd, dus als je psychedelische ervaringen worden, al grote algemene delen van hoe dat, dat beschreven wordt, is dat je inderdaad gaat je het heel goed uitgelegd dat je precies eigenlijk van op een afstand je eigen beschouwt. Dat je ego eigenlijk uiteenvalt en dat je, en dat is, men beschrijft ook een algemeen gevoel van liefde, zeg maar. En dat kunnen we dan ook weer linken aan, aan boeddhistische. Um, geleerden en zo die eigenlijk zeggen van wat dat jij in gelooft van God of consciousness of het mysterieuze of the beautiful of whatever dat je het wilt noemen dat één ding dat we niet kunnen uitleggen uh, wat dat dan niet is is jij, because if you are if you are um, if you are not then love is dus eigenlijk basically dat het, het, de essentie is dat je je eigen dat je, je ego eigenlijk afbreekt en dat je compleet in het moment in geconnecteerd zijn met alles en dat wordt heel hard beschreven. Men beschrijft psychedelische ervaring aan het feit dat je, dat je je verbonden voelt in een giga met het universum zelf, dat je het universum zelf voelt. En dat, is ook, dat wordt dan ook gelinkt aan, uh, aan wat, hoe dat het zou moeten zijn als je eigenlijk niet geboren wordt in totaal een onbeschreven bladzijde. We zijn een beetje cirkels aan het maken nu van verschillende kanten. Um, dus die psychedelische ervaring zelf, uh, dat wil ik absoluut. Niet doen op mezelf, puur alleen. Dat is in het algemeen vrij afgeraden omdat dat een vrij overwhelming. Dit is totaal niet gevaarlijk of zo, maar dat is een vrij overwhelming ervaring mentaal. Uh, dus het is altijd. Zo wordt het meestal aangehaald, en ik ben nu echt wel, zeg maar. Daarmee ook denk ik misschien niet de beste persoon ben om daar het over te hebben, want ik ben puur uit. Uh, uit vertellingen van andere mensen aan het praten en niet uit mijn eigen ervaring, wat ik meestal niet echt doe. Maar. Nee, uh, ja, maar goed, die dingen bestaan uit fases en je zit in de voorbereidings informatiefase op sommige vlakken. En. Straks, straks heb je even en zelfs dalen is al interessant. Um, de, de reden dat ik dat nu toch tot nu toe nog niet heb gedaan is eigenlijk corona, omdat er hmm. een heel goede vriend in Kiev en zo die net als even als je dat wilt doen, komt maar, kom maar eens even, weet ik veel. Hè. Maar ja, dat gaat nu allemaal niet meer. Uh, dus de, 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 de enige reden dat ik dat nog niet gedaan heb is omdat ik niet de, de, zeg maar iemand heb toe initiate me in Maar dan heb je het over de volledige trips, dus ja, de zware trips. Microdosing heb ik al wel geprobeerd, hmm. um, dus. Meer, aan de meer praktische kant, je kunt je eigen mushrooms groeien en dat daarvan halen. Je kunt op dezelfde site waar je mushroom grow kits kunt kopen, kun je ook voorgemaakte uh, microdosing pakketjes kopen. Ze hebben zelfs truffels tegenwoordig. Um, dat is voorgepakt in een gram en ik had ook een schema. Want het is al één dag wel, één uh, dag niet en twee dagen niet. Um, en ik heb het nu, ik heb het dus één keer in een week gedaan en drie keren. En de, eerste keer was, de eerste keer had ik echt een gram gepakt. Dat was Iets ietsje te veel, Dan ik, dat was vrij overwhelming. Ik voelde me even moeten liggen doen en zo. Um, maar de tweede en de derde keer was heel interessant. Dus je veel meer, het was ook niet, het was ook niet. En dat is eigenlijk ook, denk ik, something reassuring. Het is niet, het is niet waanzinnig. Het is niet dat je compleet iets anders zegt. Je gaat er eigenlijk vrij natuurlijk in. Dat is een, je begint gewoon, ja, veel meer. Is eigenlijk veel creatiever vooral. Dus qua, ik ben eigenlijk een beetje een flow junkie ook. Ik kan enorm veel voldoening halen uit heel lang op hetzelfde te werken en mijn eigen te challengen en op een manier mijn eigen energie te verliezen op een manier dat ten tijd eigenlijk precies niet bestaat. Um, complete in the moment. En daar hielp dat wel echt mee. En ook de dagen achteraf, je voelde je ja, warm, happy, gelukkig, hmm. zo wel glowing. Ja, zo'n gloed, dat, dat is altijd het woord waar ik naar refereer, zo'n gloed over u. En dat, zo, dat ik een koffiebar binnenkwam te kopen. Je zit goed gezin vandaag. Zo, dat type zo, niet zo van wow ik ben on drugs, maar wel zo, je zit zo gelacht meer naar de mensen. Je zit wat creatiever. Je zit wat meer met je hoofd erbij. Je hebt een grotere inclinatie naar liefde en naar het weerhouden van judgment. In de zin mm -hmm. van we hebben dan echt een default mode, en dat is heel, dat is compleet natuurlijk. Want dat begint allemaal vanuit je ego en van hoe je van de wereld kijkt. Omdat je kijkt naar iets en dat is een subjectieve ervaring. En je, je maakt je direct altijd er een idee over. Intrinsiek direct eigenlijk gewoon puur vanuit het wereldbeeld dat je hebt. En dat, dat is eigenlijk, daar gaat ook meditatie eigenlijk over, te gewoon dingen aan te observeren en te acknowledgen as they are, zowel bij jezelf binnen als, als naar andere mensen toe, en naar je omgeving toe. Um, en dat had ik, ik had dat, dat, is, dat had ik heel sterk met die gloed die inderdaad is, dus dat je eigenlijk veel ja, meer in touch bent met je environment en dat je gewoon dat dat gewoon allemaal oké okay is. Dat je er niet geen oordelen of meningen over hebt. Hoe lang heb je gemaakt Ja, dus drie dagen. Allee, ik heb ah, okay. een week, een week lang er, waren er dan drie. Ik ben er eigenlijk mee, Ik heb het eigenlijk niet veel gedaan omdat ik vind dat. Allee, het heeft te maken met het feit dat je bepaalde dingen gedaan wilt krijgen, in, wilt doen in een dag. En ik was toen ook met fasting en keto en zo bezig. Al toen was ik eigenlijk wat daarmee aan het begin. Ik dat niet te hard mixen. Plus, je weet ook niet. Dat was ik reageerde op die drie keer altijd lichtjes anders. En ja, dat is een soort van onzekerheid waar ik op dat moment hm. niet echt ruimte voor had, maar ik ben zeker van plan te, om dat nog wel eens terug op te pakken. Hm. Klinkt dat heel doelgericht, maar... Ik vind ook de, de juridische status in België vind ik ook grappig. Het bezit, bijvoorbeeld van LSD dat type dingen, is wel, als ik het goed herinner, het bezit is strafbaar, het gebruik niet, want je kunt dus naar spoed gaan als je iets hebt genomen en ze gaan... Dat is dus niet strafbaar. Maar het bezit wel. We moeten het dus wel nemen. Maar ik heb mij ook niet... Volgens mij is het ook zeer onwaarschijnlijker ervoor naar de spoed moet. Nee, maar stel dat er iets dat... gebeurt. Ja, maar je wilt niet zo. Ik geloof dat wat ze wilden demotiveren is dat iemand in een bepaalde um, fysieke conditie komt. Dat hij naar spoed zou moeten, of er gebeurt gewoon iets. En niet durven omdat ze onder invloed zijn. Dus ja. de, het nemen ervan is niet strafbaar, maar het is het, het, het bezit in principe wat bestrafbaar is, denk ik. Hoe gaat het dan verder? verder. Waar, 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 wat, wat staat er dan nu op je planning? Hoe, hoe denk je dan nu over ik heb er niet echt een planning over. Op uh, ik uh, een bepaald moment in de, dat, in september of oktober ga ik daar waarschijnlijk terug beginnen doen of zo. als ik daar, uh, als ik daar in mijn, mijn, mijn planning is niet zo heel. Allee, qua werkplanning en dergelijke meer is heel variabel en mm. Dus de, de ene keer heb ik wel meer vrijheid. Soms kan ik ook gewoon zeggen van oké, okay, nu ga ik een week gewoon veel minder echt werken op dingen voor iemand anders. Ja, want als je vanaf dat je voor iemand Tenders. Of met iemand anders doen, dan, dan kom je met accountability, dan kom er met deadlines, dan kom er met dingen dat je echt gedaan moet krijgen. Als je op dingen voor je wijge heb je daar zelf veel meer controle over en dan kun je zelf meer beslissen wat je mee je wintijd doet. Um, maar gewoon als er zo'n moment komt dat ik daar. Het uh, is gewoon, ik was dat beginnen doen en dat was eigenlijk niet zo'n goede moment, omdat ik veel andere dingen op mijn hoofd had en ja, ik had mentaal niet echt veel.